Sommige mensen zullen je vertellen dat als je succesvol wilt worden, je iedere dag een koude douche moet nemen of moet gaan mediteren. Maar wat deze mensen vergeten is dat deze activiteiten niets te maken hebben met het opbouwen van een business of überhaupt geld verdienen. Want een professionele zwemmer, oké, okay, laten we een zwemmer erbij pakken. Wat doet hij om een betere zwemmer te worden? Hij gaat meer zwemmen. En een professionele voetballer, wat, wat, wat doet hij om beter te worden? Hij gaat meer voetballen. En wat doen ondernemers om een betere ondernemer te worden of een betere onderneming te hebben? Koude douches. Dus vandaag ga ik jouw echte, tastbare gewoontes laten zien. En in totaal drie. Die mij meer dan 300.000 euro in de afgelopen jaren hebben opgeleverd. En dit zijn dus echte tastbare gewoontes waarmee jij meer kunt gaan verdienen. Want als je deze video's kijkt en mij volgt, dan ben je waarschijnlijk hier omdat je meer vrijheid, meer financiële vrijheid, locatieonafhankelijkheid voor jezelf wilt hebben. Dus maak je riem vast, pak je notitieboek erbij, pak een pen erbij, noteer dit. Want dit zijn echte gewoontes die jouw leven volledig op hun kop kunnen zetten als je ze tot je neemt. En laten we beginnen met gewoonte nummer 1. En dat is iedere dag bedrijven benaderen om mijn dienst aan hun te pitchen en te verkopen. En kortom waar het op neerkomt is dit is simpelweg dus verkopen doen. Dus ik ging letterlijk verkopen doen iedere dag. En nu ik het niet doe, doet mijn team het van virtuele assistenten of andere mensen die binnen mijn team actief zijn. En wat we dus gaan doen is omdat wij een dienstverlenende business hebben in, het, in de zin van een social media marketing agency gingen wij meer bedrijven vinden op LinkedIn, op Google, op Facebook op Instagram en hun benaderen omdat werkelijk ons aanbod aan hun te presenteren en te zeggen van hey, wij hebben een interessant aanbod. Dit is voor jullie. Jullie moeten met ons in zee gaan, zodat wij jullie kunnen gaan helpen. En naarmate de tijd vorderde, ging ik vijf bedrijven benaderen. 10, 20. En op een gegeven moment 50 plus bedrijven iedere dag benaderen. En op een schaal van tijd groeit dat exponentieel. Omdat ik iedere dag een kleine stap heb gedaan. Dus laten we zeggen, ik benader 50 bedrijven iedere dag. Dat werd uiteindelijk meer dan 1500 bedrijven per maand. Omdat ik dat iedere dag ging doen maandenlang. En dat leefde uiteindelijk meer gesprekken op, meer klanten op. Omdat ik het door bleef doen. En. Voor hetzelfde geld laten we zeggen dat jij een productverlenend bedrijf hebt. Je levert een bepaald product en je wilt die meer verkopen. Het belangrijkste wat je dan moet doen, is je focussen op het doen van marketing om dat product meer te verkopen. Net zoals je met een dienstverlenend business meer klanten wilt hebben en die je moet benaderen, doe je met een productverlenend bedrijf eigenlijk gewoon precies hetzelfde. Alleen probeer dan gewoon je product meer te vermarkten, want daardoor krijg je meer verkopen. Dus of je nou een dienstverlenend bedrijf hebt op, of een productverlenend bedrijf, het belangrijkste is dat jij meer verkopen krijgt en meer groeit, waardoor je dus meer financiën gaat krijgen voor jouw business. En doe dit iedere dag. Zet de hoofdfocus voor jou op het verkopen van meer diensten of meer producten. En ik kan je garanderen dat jij makkelijk tot 5000 euro per maand gaat komen. Het is niet zo moeilijk zoals iedereen het maakt. Dat is gewoonte nummer 1. En de gewoonte nummer 2 is een to-do-lijst maken en iedere dag deze uitvoeren als een militair. Want je kan wel iedere dag verkoop gaan doen, maar je moet duidelijk hebben welke taken jij moet doen iedere dag. En dit is niet, dit is niet een to-do-lijst van, oh, ik ga een website maken, ik ga mijn financiën doen, mijn accounting doen. Dit is letterlijk een takenlijst, waarbij alleen één taak meestal staat als je pas net begint. En dat is meer verkopen maken. That's it. Ik kan je voorstellen, bij mij, toen ik begon met mijn takenlijst, de enige wat daar stond is 30 bedrijven benaderen, 40 bedrijven bellen nog eens 20 bedrijven benaderen... als ik die bovenste twee heb gedaan. Dat is het enige wat in mijn hoofd zat. En drie keer raden wat er gebeurde... is binnen ongeveer pak een beet... drie tot vier weken had ik mijn eerste klant binnen... die mij ongeveer 800 tot 1000 euro per maand betaalde. Dus ik startte een bedrijf... En letterlijk drie weken tijd heb ik een volledige betaalde klant binnengehaald die met mij uiteindelijk 24 maanden dat bedrag bleef betalen. Dus daarom zeg ik, maak een to-do-lijst. Je hebt het notitieblokje als het goed is gepakt. Je hebt je riem vastgezet. Noteer dat. Maak een to-do-lijst iedere dag. Het kan gewoon via een schrift zijn. Noteer het gewoon. Zet dat neer en doe iedere dag de verkoopactiviteiten. Als je in het begin bent. En later als je klanten hebt en je hebt alles goed neergezet. Ga dan je systemen bouwen. Ga dan je website bouwen. Ga dan je inwerkprocessen bouwen. Noem het maar op. En gewoonte nummer drie, om daar direct op in te duiken is. Iedere dag iets nieuws leren. Of dat nou is vanuit boeken, of dat nou is vanuit mentors, vanuit cursussen, vanuit seminars, vanuit webinars, vanuit trajecten. Iedere dag ging ik iets leren van de mentors die ik had. En dit is echt waar heel veel mensen de fout in gaan. Wat zij doen is, ze zien waarschijnlijk mijn video's, ze zien andere soorten advertenties, andere mensen die zeggen dat ze moeten beginnen met affiliate marketing, social media marketing agency, dropshipping, noem het maar op. En je raakt in de waar. En Toevallig had ik hier een gesprek over met een van onze studenten binnen ons Agency Blueprint programma. En ik zei tegen hem: Het belangrijkste is dat je de focus legt op één businessmodel op het moment. Want het domste wat je kan doen. Is nog niet eens één succesvol bedrijf hebben en dan besluiten dat je nog twee ernaast gaat starten. Dus denk er logisch over na. Als je nog niet eens één bedrijf succesvol hebt gemaakt, waarom zou je dan twee inkomstenbronnen hebben, terwijl je nog niet eens één inkomstenbron hebt die gewoon goed loopt? En daarom zeg ik altijd: focus je op het leren van één businessmodel die het beste voor je werkt. Het kan een social media marketing agency zijn, net zoals dat voor mij is geweest. Het kan ook een andere business zijn. Kijk wat bij jou past, wat jij het interessantste vindt en waar je de meeste potentie. ...met jouw vaardigheden op dit moment ziet. Wat ik al zei, voor mij was het een social media marketing agency... ...dus ik obsedeerde mijzelf letterlijk met alles wat met social media marketing agencies te maken heeft... ...of met job marketing agencies. Alles daarover wou ik leren en ik ben nu op het punt gekomen dat ik er alles over weet. Dus in principe, maakt niet uit wat het is, er zullen altijd dingen zijn die er nieuw komen... ...maar ik weet er zoveel van dat er gewoon niet iets nieuws op mijn pad kan komen... ...dat ik denk van, oh, dat heb ik nog nooit eerder gehoord. Dus kortom, word zo goed in dat wat je doet in dat businessmodel, dat je met een knip in de vinger, resultaten, en diensten en producten kunt gaan verkopen. Dus dat zijn in zekere zin de drie simpele gewoontes die mij vooruit hebben gebracht. En nee, het is geen koude douches, het is geen mediteren, het is actief iedere dag achter mijn bureau gaan zitten en die dingen doen. Maar wat ik heel veel merk in de self-help-industrie... is dat deze mensen alleen maar dingen zeggen... zoals koude douches, ice baths, dat soort zaken... niet om jou te verbeteren... maar meer eigenlijk om zichzelf en hun producten te verkopen. Dus ik wil gewoon real met jou zijn. Ik wil je vertellen... als jij letterlijk geld wilt verdienen, mensen... het is niet moeilijk. Je moet gewoon de dingen doen die jouw bedrijf naar voren brengt. En al die andere zaken die erbij komen... zoals koude douches, mediteren of andere zaken... zijn simpelweg gewoon afleidingen... om jou in jouw comfortzone te behouden... en niet het werk te laten doen... omdat dat eigenlijk gewoon het meest pittige is als je moet gaan beginnen. Dus simpelweg, als je iets kan meenemen van deze video, al is het deze drie gewoontes, dan is het ook heel belangrijk om mee te nemen dat je gewoon actie moet nemen en de duivel in de ogen moet kijken in de zin van doe gewoon de dingen die moeilijk zijn, doe gewoon de dingen die pittig zijn. En dan zul je uiteindelijk beter in het worden. Want het verschil tussen iemand die succesvol is en iemand die dat niet is, is niet dat de een slimmer is of dat de een beter is of intelligenter is of een betere IQ EQ heeft. Het is simpelweg dat de persoon die succesvol is de zaken doet. Die zijn bedrijf of haar bedrijf naar voren brengen. En de persoon die dat niet is, doet dat simpelweg niet. Focus op je bedrijf. Focus op wat je vooruitbrengt. En op die manier kun je financiële vrijheid behalen. Geloof me, ik heb het gedaan. En ik geef zelf toe: ik ben niet de slimste. Oké, okay? maar ik heb het gewoon gedaan. Met pure wilskracht. Om letterlijk succes te kunnen behalen. Dus, kort samengevat. Zoals je kan zien, ik word hier heel gedreven over. Want nogmaals, wat ik al zei, iedereen kan dit doen. Alleen je moet het gewoon beseffen. Dus kortom, dit waren de gewoontes die mij succes hebben opgeleverd. En waarvan ik 100% weet dat ze jou ook succes kunnen opleveren voor jezelf. En ik weet zeker, als jij deze drie gewoontes en de resterende tips die ik in deze video heb gegeven uitvoert en doet. Dan zul je na aankomende 30 tot 60 dagen gestoorde, maar ik bedoel gestoorde resultaten gaan zien voor jezelf en voor jouw bedrijf. En als je deze video waardevol hebt gevonden, laat dan een dikke dikke like achter. Abonneer je ook op dit kanaal, want we plaatsen wekelijks nieuwe video's voor jou om te bekijken en om te leren hoe je dit kunt gaan doen. En nogmaals, er is niemand in de markt op dit moment die real is, die je letterlijk zegt wat je moet gaan doen. Allemaal zo zeggen, oh je moet dit model je moet dat. Nee, luister, doe gewoon het model wat het beste voor jou werkt. Voor mij was dat een social media marketing agency. Als jij in mijn voetstappen wilt treden, prima. Doe dat. Klik op de link hieronder in de beschrijving. Begin ermee. Plannen gesprekken met ons. Kunnen we kijken of je daarmee kunnen helpen? Is dat een ander businessmodel? Even goede vrienden. Ik wil je heel graag helpen. Ik wil dat jij succes behaalt. En dat doe ik met genoegen. Maar laat me weten of je deze video leuk hebt gevonden. En in de reacties ook. Zodat ik weet wat voor video's jullie leuk vinden. Zodat ik daar meer van kan plaatsen. En voor de rest was dat het voor deze video. Ik wil enorm bedanken voor het kijken. En ik zie je graag in de volgende. Ciao.